Nou, ik ben Chandra en ik leef nu 5 jaar in principe zelfvoorzienend. Hier, maar het staat allemaal een beetje vol, want we zitten natuurlijk gelegen in verhuizing en zo. Ja. Ik heb hier een slaapkamertje. Ik was denk een jaar of 12 of zo, toen dacht ik al van nou, zonnepanelen, als je ze hebt, hoef je nog meer voor stroom te betalen bijvoorbeeld. En zo zijn er wel meer dingen, net als eten en zo. Ik vind het wel fijn als ik gewoon mijn eigen eten kan groeien in de tuin of in een kas of zo. En ja, dan hoef ik niet meer naar de winkel toe. Eigenlijk heerlijk. Gewoon zelf de vrijheid hebben om na te denken over hoe je wil leven en hoe je je afdruk, zeg maar, kunt verminderen. Hè, want de meeste mensen die vervuilen en die vervuilen maar en die denken nergens over na. En hier zijn mensen die gewoon, doordat ze geen geld hebben, doordat ze gewoon daar wel dus heel erg over na moeten denken. Ja. Chandra, kan je wel eens voorstellen dat mensen denken, joh, gaat ze wonen in een huis wonen? Ik heb gewoon in een huis gewoond en ik heb hier in Amsterdam sowieso nooit de kans gehad om in een huis te wonen. Want ja, ik geloof zijn de wachtlijsten 15 jaar of zo. Wij worden behandeld als criminelen, afgeschilderd als gespuis. En wat doen we nou eigenlijk anders dan anders leven? Hè? Okay. Zelfvoorzienend leven, natuurlijk leven. Ja, 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 en laat je ook vooral niet afleiden, want ja, tijd is geld. Hè? En nu? En nu, ik heb in principe wat ik begrepen heb echt tot morgenochtend uiterlijk. En anders worden we hier ook weggesleept.